Welkom weer mensen die rondstruinen op het internet en met name op YouTube en mijn kanaal gevonden hebben of mijn trouwe kijkers. Welkom weer bij een vlog van mij. Op de komende dagen staat de Ford Focus op het programma en zoals het kentekenplaat bordje verraadt gaat deze in de Xeon keramische coating. Ik heb hem vanochtend eerst laten restylen, dus het uitdeuken zonder spuiten. Hier en daar de kleine parkeerschadetjes, de putjes eruit laten halen. Dus dat is het eerste gedeelte wat gedaan is. Ik heb het wagen inmiddels gewassen. Er zijn nog een aantal items die ik moet gaan doen. En dat is uiteraard coating plaatsen, maar dat is voor later. De voorruit ga ik een gedeelte polijsten. En misschien helemaal, moet ik even kijken, want ik zie hier en daar zitten er wat, en met name aan de bestuurderskant, er zitten een paar krassen in de voorruit die eruit moeten. En dan daarna ga ik beginnen met lakdieptereiniging, want de lak is behoorlijk schraal, er zit nog wel wat vuil op en dat moet er vanaf. En dan ga ik de lak uiteraard polijsten en dan voorzien van keramische coating. De velgen die gaan in de Xeon wielprotector. En dan kom ik de komende dagen wel weer redelijk gevuld zijn. We zijn inmiddels nu een aantal uurtjes op de dag verder. Dus even kijken hoe ver ik vandaag kom. En anders maak ik morgen het polijstwerk af. En dan gaan we langzamerhand het project afbouwen in de komende dagen. Maar goed, dat is voor later. Ik ga nu eerst beginnen met de wagen even gedeeltelijk droog maken. Zodat ik de voorruit af kan, of de auto kan afplakken. Niet de voorruit, want die moet ik natuurlijk uiteraard polijsten. Wel zo handig, hè? Glas en glashelder, idee op zich, hè? Afplakken van de lak. Daar ga ik eerst mee beginnen. Vind je het leuk weer om mijn vlog te volgen? Dan zou ik zeggen, blijf kijken, stay tuned. Zo, ik heb inmiddels de auto afgeplakt zover dat nodig is. Ik heb al de schade geasseerd. Op de ruit. Ik zal even de camera oppakken en even laten zien waar de schade zit, want dat is van die afstand niet te zien. Excuus voor de... Even kijken. Hier. En dan hoop ik dat je... Oh ja, hier kun je hem goed in de verlichting zien zitten. Nou, dat is dan dit gedeelte. En dan hebben we hier hebben een... Er zit een hele lange, maar dat is een wazige brede. Het is altijd lastig om dat te kunnen... Hier zit er nog een gedeelte. En dan een hele lange van de ruitwisselbladen. Want deze ruitwisselbladen die gaan niet zo, maar die gaan zo van... beneden naar de zijkant toe in een aparte en een andere slag. En er zit hier echt de slag van het blad met de krassen die zo lopen. En dan een bekende hier aan de zijkant. En dus de hele ruit die zal ik moeten polijsten. Ik hoef hem niet te schuren, dat kan ik af met polijsten. Ik zet de camera weer even terug. Zo. Zoals ik al aangaf, de ruitenwisselbladen die doen dit in plaats van zo. Dus vandaar dat deze hele lange die kant oploopt. Dit is wel een hele aparte, want dat zou je niet verwachten van het blad. Want die zou eigenlijk gewoon de helft moeten raken. En al leg ik wel even kijken. Nou, het zou nog kunnen. Die ligt eronder. Ja, kan nog wel. Dus de onderste, die kant op gaat, die heeft hier ook een lange ingezet. En dan hier aan die kant. En dat kan zijn vuil wat onder je ruitenwisselblad zit. Tijdens de ochtenddauw, wat je de eerste keer dit doet, dan heb je kans op dit soort schade. Hier zit nog wat, ik denk iets van een schuursponsje. En dat is met name hier ook, hier echt iets van een schuursponsje gedaan. Dus ik ga de vooruit polijsten. Ik ga mijn spullen even bij elkaar zoeken. En nu zie ik vanaf deze kant, zie ik er bovenin nog één. Dus ik pak even mijn asseerstift.
En die zit hier. Zo, dat is net het topje van het ruitenwisselblad. Zo. Ja. Maar goed, ik ga dus nu mijn spullen bij elkaar zoeken voor vooruitpolijsten. En ik zal er wat korte shots van maken. Ik had het heldere idee om aan de binnenkant van de ruit gewoon stickertjes te plakken waar krassen zitten of gebiedjes met krassen. Zodat ik, als ik aan het polijsten ben, mijn asseergedeelte kwijtraak. Dan heb ik nog een stukje referentie met hetgeen wat er aan de andere kant zit. Dus ja, soms moet je creatief met kurk zijn, in dit geval met stickertjes. Deze kant is klaar. Door naar de andere kant. Stickertjes haal ik er pas af als ik de ruit aan de binnenkant ga schoonmaken. Nu zie je ook hoeveel steenslag erin zit. En dat, steenslag is er niet uit te krijgen. Dat zijn te diepe putjes. Die uiteindelijk. Je ziet nu overal witte puntjes van de polijst. En dat spoelt er uiteindelijk door de tijd met wassen en zo spoelt dat eruit. Maar de krassen zijn eruit. En dat is voornaamste. Door naar de andere kant. Zo, voorruit is klaar op het opruimen na dan, maar, en de stickertjes weghalen, maar de krassen zijn eruit. Glashelder. Door naar lakdieptereiniging. Maar eerst even het plastic weghalen. Ik zal eens even een mooi voorbeeldje geven van de lak die schoon is op het oog, maar niet op gevoel en op oppervlakte. Ik heb mijn microfoontje even los in mijn handen genomen. De auto is gewassen en er zit nu vuil op de lak die je met handwas en wasstraat niet afkrijgt. En dat zijn allerlei soorten neerslagen. Dus industriële neerslag, vliegroest, boomsappen, teerspetters, etc. etc. En dat kun je horen door een schone lak die gewassen is aan het schuurpapier effect. Kom maar. Spatschoon heb ik al gedaan met lakdieptereiniging. Hoor het verschil. Ik weet niet of je het op camera kunt zien, maar dat zal ik zo even kijken. Deze lak is nu echt schoon. En echte schone lak krijgt ook een hogere glansgraad, omdat vuil er echt vanaf is. En het contrast, dus de kleur van de lak, wordt beter.
Puur omdat de blanke lak schoon is. Laat staan als je de blanke lak nog eens een keertje gaat polijsten en dus een heel klein filmlaagje ervan afhaalt, waardoor je dus verse blanke lak hebt en dan je beschermlaag erop zetten. Het zij een wax, een polymeer of een keramisch of een glascoating. En dat biedt uiteindelijk het resultaat. Dus de basis van alle werkzaamheden zit hem in de fundatie van je werk. En die is belangrijker als hetgeen wat er opkomt. Hetgeen wat er opkomt is vaak ter bescherming of ter bekrachtiging hetgeen wat je neergezet hebt. Qua reiniging en polijsten van de lak. Nou ja, goed. Je hoort het, hè. Dat is echt schuurpapier. En de lak ziet eruit, hoor. Het ziet er mooi uit. Het, het glanst lekker. Maar het is vuil. En dit heeft ook te maken met het feit dat lak die op deze manier zo vuil is, dus houdt ook veel makkelijker vuil vast en trekt het ook aan. Waardoor je dus eerder geneigd bent om de auto te wassen en door de wasstraat heen te trekken. Wat ieder belieft. Dat is niet aan mij om daar een oordeel over te geven. Het enige wat ik doe is het cosmetisch onderhoud van je auto op het moment dat je bij mij een afspraak maakt. En dan is het aan de eigenaar of de eigenaresse wat hij of zij ermee doet. Maar ja, dit is in principe, dit hoort niet op een lak. Dus dat is met lakdieptereiniging van af te halen. Ik zal deze deur even schoonmaken en dan zal ik je het verschil weer laten horen. Goed, zo gezegd, ik heb het paneel even droog gemaakt. Maar ondertussen werd ik door de buurman aan de overkant gevraagd of ik even een ruitje ermee in wilde pielen in een bestelauto. De CarClass zit bij mij hier recht tegenover. En ik bied nog wel eens een helpende hand qua het inzetten van ramen. Grote ramen is een beetje lastig als je alleen bent, dus vandaar. Ik heb deurpaneel heb ik droog gemaakt. Ik ga het verschil laten horen. Of dit. Of dit. En zo gaan we dus de hele auto rond. De motorkap en dak had ik al gedaan. De kofferklep had ik al gedaan. En het spatschermpje heb ik even meegenomen om te laten ter illustratie van heerlijk glad. Goed, ik ga verder. En ja. Je ziet de glans al een stuk beter worden. Dus daar ben ik klaar mee. We gaan nu met pleisten van start. De kwaliteit of de lakschade is van die hoedanigheid dat ik niet meteen met de grofste stap hoef te beginnen. Ik ga met de Xeon Medium Cut Step 2 ga ik beginnen met een medium pad. En dan pak ik Xcentris 12 en daarna 15 of eerst 15 en 12, even kijken wat het handigste is. Ik ga even met alle twee machines even uitproberen wat waar de lak en de pleispasta het beste op reageert met elkaar om een zo strak mogelijk resultaat te krijgen. Dus oordopjes in, handschoentjes aan voor betere grip op de machine. Pak eerst eens even de 15. Tandje 3. Eens even kijken, proefstukje. Ja. Wat een verschrikkelijke mooie lak dit. Magnetic Gray.
afhankelijk van de kleurverlichting die je erop zet, is die, hij is donkergrijs, maar er zit een bepaalde bronskleurige vleek doorheen. En als ik nu een witte lamp erop zet, even opnieuw, zo, wordt het zilver. En schakel ik over naar een gele, een wat gelere lamp, wat richting, aardig richting daglicht gaat. Fantastisch. Ja, 15, ik pak nog even een stukje 12, kijk wat dat doet. En op basis daarvan bepaal ik de keuze van de machine om het verder te behandelen. Even een klein stukje laten zien van de B-stijl. En vanaf nu heb ik het bovenste deel gepolijst, maar een heel klein stukje tot hier. En deze zwarte raamstijlen zijn heel kwetsbaar voor krassen, te hard wrijven met het drogen van de auto. En hier gaan we hem weer lekker op glans brengen. De eerste ronde van polijst zit erop. Ik ga door naar de volgende stap en dat is de finish. We zijn een aantal uurtjes behoorlijk zoet geweest met de lak. Want er zaten heel veel waskrasjes in. En ja, soms de ene lak pakte beter dan de andere lak. Maar hij is in ieder geval weer strak. Ik ga nu door naar stap 2. En je had een aantal stukjes teruggezien. Dat ik moest kiezen of wilde kiezen tussen een 12 mm of een 15 mm. Het is uiteindelijk de
12 mm geworden, waar ik het mooiste resultaat mee haalde. Door naar de finish. Zo, polijstwerk zit erop. Even nog een klein stukje hier uitpoetsen. En dan is die qua lak klaar voor, bijna klaar voor morgen voor de coating plaatsen. Want ik moet hem morgen uiteraard nog eerst ontvetten. En dan kan de coating geplaatst worden. Maar dat is voor later. Ik ga zo meteen nog even de binnenkant even uitstofzuigen. Ramen aan de binnenkant schoonmaken. En wellicht dat ik nog even de tijd neem om de velgen ook nog even aan te pakken. En dan gaan we morgen weer verder. Dus tot zover. We zijn inmiddels aangekomen bij de volgende dag. Ik heb gisteren de auto aan de binnenkant afgemaakt. Uitgestofzuigd zoals ik aangegeven had. Raam aan de binnenkant schoongemaakt. Raam aan de buitenkant schoongemaakt. Voorruit schoongemaakt. De velgen heb ik de rest schoongemaakt. En de bandjes heb ik alvast in de dressing gezet. En dat kan ik dan vrijdag of zaterdagochtend nog een keer herhalen. Voor nu ga ik de lak schoonmaken en ontvetten. Zodat ik zo meteen kan beginnen met de coating. En dan gebruik ik voor Xeon Cleaner Degreaser, Surface Degreaser. En ontvetten heb je nodig als goede basis voor de hechting van coating, waxen, polymeren en dat soort zaken. Dus het is heel belangrijk om dat goed uit te voeren. Zo, één deeltje gedaan. Ik ga nu de rest van de wagen even afmaken en dan zie ik je zo meteen terug. Zo, de lak is ontvet. We gaan beginnen met coaten. Je zit erop. Nu laten drogen, zodat straks de tweede laag erop kan. En dan gaan we al aardig richting het einde. Tijd voor ronde 2. Het bruine flesje. Hij staat in de coating. Hij is klaar. Zo. Wat een glansbommetje weer. Verschrikkelijk. Mooi. Nu kan die drogen. En dan ga ik morgen nog even wat kleine dingetjes afmaken, velgen nog even in de wielprotector spuiten. En dan heb ik het eigenlijk toch wel gehad, denk ik zo. Vooruit nog even schoonmaken. En dan morgen het laatste deeltje. Tot zover. Daar staat hij dan. De Focus Sedan. Een titanium uitvoering in de kleur Magnetic Grey. Met fraaie 18 inch lichtmetalen velgen eronder. Afgelopen dagen bezig geweest met het laten restylen van de auto. Deukjes eruit laten halen.
De voorruit heb ik gepolijst, omdat er hier en daar krassen op zaten. Binnenkant uitgestofzuigd en even schoon, voor de rest even lichtjes schoongemaakt. En uiteraard voorzien van keramische coating. Ja, het is weer een mooi projectje geweest. Ik zou zeggen, wederom weer bedankt voor je belangstelling. En oh ja, je krijgt natuurlijk van mij nog het bekende rondje van de zaak. En wellicht zie ik je in de volgende video. Ciao.